Broskies, welkom terug bij de volgende aflevering van de FC 24 Barcelona Career Mode. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent. Belletje aan. Oké, Broskies, we hebben natuurlijk als allereerste de Naughty Gang. De allereerste die had gereageerd op de vorige aflevering is Furious. Jos, No Way, Frikadelle, Broodje Verre, Stan Bakkers, Joke Sicking, Ali, Master, Street Soldier, Kelvin Streams en de allerlaatste is Tiber. En ik ga eventjes heel snel kijken naar de persvragen. Even kijken, koop Doku, kan je Messi terughalen, kan Van de Ven de linksback positie versterken. Linksback Van de Ven is de centrale verdediger toch? En we hebben Balde als linksback. En trouwens, Messi had ik al gezegd, gaan we, weet je, Messi, Neymar, dat is allemaal zo, weet je, snap je wat ik bedoel? Damn! Hato of Hansko? Nee, Koop, Teun, Koopmijners. Maar we hebben al een middenveld waar je u tegen zegt. Dat gaat hem niet worden. Messi, weer Doku, Neymar, Saliba. Saliba is volgens mij een rechtspoot, toch? Nico Williams hebben we niet nodig. Mats Wiever speelt op het middenveld. Middenveld is al compleet. Matthijs de Ligt is een rechtspoot. En we hebben natuurlijk al Araujo. Kwartjes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 
andere naam. Wie wilt u voor linksbuiten kopen? Ja, dat is een verrassing. Wie gaat u centerback spelen? Dat is ook een verrassing, bro. Een goede rechtsbuiten is Diaby. Klopt. Maar ik heb een betere speler. De speler die ik namelijk ga halen als vervanger van Koende is niemand minder dan Mickey van de Ven. LOL. Waar is je transferwaarde dan? Oké. Ik weet niet wat dat... Ik heb hem gescout. Alle informatie heb ik al, maar blijkbaar... Ik zeg 47, ik zag sowieso als 48, dus... 22 jaar, 79 algemeen en hij is bloedjesnel. Plus hij is 1 mee... Heb ik te veel betaald? Oké, mijn collega's zeggen tussen de 145 en 200k. Maar ik vraag me af, heb ik te veel betaald voor Mickey van der Ven? Het ging te gemakkelijk. Rotatie, we gaan akkoord, maar je bent gewoon basisspeler, sowieso. Dat sowieso. Driejarig contract. Ik zeg 4 jaar. Ga je akkoord? Hij gaat akkoord. Afkoopclausule 111,4. Hij heeft de potentie van... Ik weet het eigenlijk niet. 84, 85 of zo? Zijn waarde is dus nu al ongeveer, volgens mij, rond de 40, 50. Kan ik het verhogen? Zal ik het proberen? Counter. En dan zeg ik 120. Is dat iets? Zou dat kunnen? Bro, wacht even. Zou dat kunnen? Oh, ze gaan akkoord. Salaris, wat zei ik? Tussen de 145 en 200k. Hij staat iets onder. 135k, tekenbonus 1,2. Dat is volgens mij voor het eerst dat ik iemand heb met een tekenbonus hoger dan de mil. Bij 10 wedstrijden zonder tegendoelpunt krijgt hij ook eventjes 1,8. Dit is een stevig contract, man. Maar we gaan sowieso akkoord. Mickey van der Ven is de volgende Nederlander die aansluit bij FC Barcelona. Nu ben ik echt benieuwd, hè. Hebben wij het voor een C? Ik denk 12 miljoen of zo heb ik. 8,8. Ik heb te veel geboden. 8,8 is wel echt stevig, man. Dat heb ik niet... Maar ik zag de waarde niet. Dat is echt zonde, man. Even kijken. Wacht. Oh ja, we zouden dus deze wedstrijd spelen. En dan de volgende aflevering hebben wij weer één wedstrijd. Want we gaan waarschijnlijk dan nog een speler halen. Dat is hoe we het zouden doen voor de eerste 1, 2, 3 afleveringen. Ah ja, ik ben er weer. De vraag is eigenlijk, is zijn wedstrijd fit? Want ja, kijk. Wacht. We gaan hierheen. Ik denk dat zijn scherpte niet goed is. 50%. Ja, oké. Dat is... Ik ga hem gewoon meteen opstellen. Ik ga even die rugnummers veranderen. Baldé heeft 3. Rago heeft 4. Ja, oké. Dan krijg je gewoon 5. Dan krijg jij 5. Ja. Wie heeft 5? Martinez. Nee. Mickey van der Ven. Oké, Broski is de allereerste wedstrijd gaat beginnen. We gaan het opnemen tegen Cadiz. Even kijken. We hadden de eerste wedstrijd gewonnen. 3-1. Cadiz heeft trouwens ook de eerste wedstrijd gewonnen.
Oké. We gaan even kijken. 4v2. Ja, maar we hadden ook... De eerste wedstrijd was ook tegen een 4v2, toch? Even kijken. Op de counter. Nee. Ze hebben Buchanan trouwens. Oké, luister dan. We gaan beginnen. Mickey van der Ven gaat zijn debuut maken, jongens. En dit zijn de 11 van FC Barcelona. Ter Stegen, Baldé, van der Ven, net gekocht. Araujo, Cancelo, Frenkie de Jong, Pedri, Gavi, Torres, Robby hadden we voor de vorige aflevering gekocht en Rafinha. Torres linksbuiten. Ja, oké, kijk. De speler, dus al had ik al gezegd in de vorige aflevering. De speler die ik graag wil zien spelen daar is een jaartje uitgeleend. Rafinha gaan wij vervangen. En Cancelo. En misschien, heel misschien, Ter Stegen. Maar kijk, we hebben dus al Van de Ven. We hebben Robby. En dan straks dus de linksbuiten erbij. De rechtsbuiten erbij. En de rechtsback. Dat zijn vijf of zes, toch? Ja, zoiets. Ja, we gaan bijna beginnen. En we hebben hier zo naar uitgekeken met z'n allen dat de spanning echt voelbaar is. Mooi duel opleveren, dan weet ik het ook niet meer. Straks live. Kijk, wat ik eigenlijk ook wil gaan doen, dat doe ik pas na een paar wedstrijden. Maar als ik zie dat het te gemakkelijk is, dan ga ik wel die sliders aanpassen. Zodat we... Oh, wacht, Frenkie. Zodat we wel, weet je... Ik wil echt wel dat het echt een uitdaging wordt, man. Maar ja, we moeten eerst even... Wat net zeggen? Hoe komt die bal terug bij hem? Hé! Hey! Maar oh, jij helemaal vergeten! Mickey! Hier hebben we... Aan de bal. Even snel, want ja. Het is natuurlijk wel een officiële La Liga wedstrijd, maar... Daar is Mickey. En hier is Frenkie. Mickey en Frenkie. En dan hebben we natuurlijk ook Robby voorin. Ah. Oh, wat een slechte paas van... Kom op, Frenkie. Wat een slechte paas van Gavi. Hier is Rafinha. Daar hebben we Robby. Aanspeelpunt. Aanspeelpunt. Ik ben er weer. Iemand zei, laat hem aanspeelpunt als aanspeelpunt spelen zoals in real life. Instructies. Robby. Aanspeelpunt. Voorin blijven. Oké, okay, ik ga kijken of het werkt. Araujo. Mickey van der Ven moet in actie komen, denk ik. Mickey van der Ven moet in actie komen, denk ik. Daar is de onderschepping. Dan gaan we weg. Weer weg, bedoel ik. Dit kan niet goed, Robby. Brian Robby! Goh. Robby wordt... Oh, slechte. Zo, we hebben wel een paar kansen, maar het gaat tot nu toe net fout. Frenkie kan er... Ja, hij onderschept wel. Ravine. Jullie skippen. Wat gaat er fout, jongens? Frenkie moet mee. Hij gaat ook mee. En dan... Krijgt hij hem voor zijn eerste kans. Het gaat net niet. Eerste helft is al bijna voorbij. Gavi. En dan de voorzet. Hé, hij komt er. Oh, dat was gewoon Rafinha zelf. Het staat nog steeds 0-0 tegen Cadiz. Had ik niet verwacht, man. Wat is dit? Saaie dag op de zaak. Rafinha. Diaz Belotti. Is dat heet de scheid zo toevallig? Lol. Oké, kom op, my guys. Tweede helft. Frenkie. Ferran Torres houdt hem lekker bij zich. We hebben... Daar is Frenkie. Frenkie de Jong. Frenkie! Zo! Wat een redding van Conan. Dat was een bijna, hoor. Dat was een bijna. Oké. Okay. We hebben de corner. Frenkie gaat hem nemen. We hebben nu Mickey en we hebben Araujo. Dat is gewoon echt de luchtmacht van Barcelona, hè. Araujo! Is hij geen kopper dan? Bro. We gaan toch geen punten laten liggen, hè? Maar je hoeft die sliders ook niet aan te passen. Hartman, naar waar? Arsenal! Auw. Hij gaat... Wacht even. Hier is Robby. Ja? Brian Robby! Ja, oh! Gelukje bij ongelukje. Robby, die had je moeten afmaken. Daar hebben we Gavi.
De toekomstige aanvoerder. LOL! We hebben natuurlijk ook het Braziliaanse talent op de bank, hè, de spits. Vitor Roque. Die moet wel minuten krijgen trouwens deze wedstrijd. Dus Robby, je krijgt nog een paar minuten en dan gaan we je wel eraf halen. Die paar minuten zijn nu geactiveerd. Dat was echt super smerig. Hey, wij. Dat was wel een slimme trouwens, maar wie is goed in vrije trappen nemen dan? Dat is wel een goeie. Maar wie kan hem nemen? Rafinha, ben jij de... Ik denk het wel trouwens. Zou het zijn, hè? Is hij hard genoeg? Ik denk het niet. Robby, waar is die bal? Kom op, man! Frenkie. Ik zeg Frenk! Wat is die pas dan? Bruh. Het is volgens mij was het Ferran Torres. Ik ga hem eraf. Oh, misschien snap ik waarom. Hij heeft geen conditie meer. Oh, je kan ook daar spelen. Oh, dat zou wel gruwelijk zijn. Je bent rechts, toch? Oh, dat kan ook. Dat kan Robby blijven staan. Maar die conditie. Roberto komt erin. Martinez komt erin. Frenkie, je conditie. We moeten dat wel doen. Wat de F is dat, P3? Dat was toch gemakkelijk, man? Araujo? Oh, wat speelt hij niet goed. Robby. Nee, schijt! Oh, ik wist het. Bro, we hebben gewonnen. Ik had niet eens door. We hebben gewonnen, man. Oh my god. Weet je wat ik ineens zit te denken nu? Misschien kunnen wij dit seizoen... Kijk, ik ga Torres sowieso verkopen. Maar ik zal het wel eens volgend seizoen doen. Omdat natuurlijk... we hebben dan geen linksbuiten. Maar Vitor Roque kan spelen als linksbuiten. Pep Guardiola weer trouwens, hè. 72,8. We kunnen 91,7 krijgen. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben trouwens niet eens onder de indruk van Torres de twee eerste wedstrijden. Ik ga onderhandelen met Pep. Mijn collega zegt, ik zeg, weet je wat? We beginnen met 91. Pep, kijk hoe hij kijkt, Pep. 85. Ze gaan denk ik wel akkoord gaan. Waarom wil Manchester City trouwens Torres hebben? Zit ik ineens te denken. We gaan naar 90. Ik weet 100% ze gaan nu meteen akkoord gaan. Ik weet het bijna 100% zeker, jongens. Ik zag die blik van Pep. Ik vind het trouwens wel een mooi bedrag. Ik heb het gedaan. Ferran Torres voor bijna 90 miljoen naar Manchester City en hij gaat spelen voor Pep Guardiola. Broski, zoals ik al zei in de vorige aflevering, de eerste drie afleveringen speel ik maar één wedstrijd. Omdat ik me natuurlijk ga focussen op de transfers. En er komen nog een paar gekke transfers aan. Dus Broski, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Kunnen we ook voor deze aflevering minimaal de 100 likes bereiken. En Mautski.